Niet-financiële informatie is eigenlijk alle informatie over de beleid en de prestaties op een aantal gebieden. Zoals ten aanzien van milieu, bijvoorbeeld hoe ga je om met de klimaatrisico's en wat voor maatregelen neem je daarvoor. Diversiteit, man-vrouw, maar ook oud-jong en een hele diverse organisatie. En corruptie of anticorruptiemaatregelen. En dat wordt steeds belangrijker gevonden door de maatschappij. En daar wordt ook steeds meer verlangd dat organisaties daar verantwoording over afleggen. En dat doen ze dan door middel van wat we noemen niet-financiële informatie. Of ook wel duurzaamheidsinformatie. Het belang is vooral dat je daarmee verantwoording aflegt aan de maatschappij over wat de maatschappij verlangt van ondernemingen. Ondernemingen worden eigenlijk verwacht steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. En door middel van het verschaffen van niet-financiële informatie leg je eigenlijk verantwoording af over wat jouw beleid is op dat soort punten en ook hoe je presteert. Het is een eis die de maatschappij stelt. En als je dat niet zou doen, dan blijf je zodanig achter dat uiteindelijk op langere termijn je continuïteit in gevaar komt. En het bijzondere is dat als je ergens informatie over verschaft, dat het ook invloed heeft op je beleid. Als je iets moet zeggen wat je hebt gedaan en wat de uitkomst is van wat je hebt gedaan, dan kijkt de buitenwereld mee en dan verwacht de buitenwereld dat je het volgend jaar wel weer beter doet dan het jaar ervoor. Het verschaffen van niet-financiële informatie is belangrijk voor eigenlijk alle stakeholders. En dat zijn dan natuurlijk de werknemers en de omgeving en de klanten en de leveranciers. Maar ook voor de aandeelhouders. En dat wordt wel eens vergeten, want er wordt wel eens gedacht van ja, de aandeelhouders die willen eigenlijk zoveel mogelijk rendement, die willen zoveel mogelijk winst. Want als ze meer winst krijgen, krijgen ze meer dividend. Terwijl dan niet-financiële informatie juist ten koste kan gaan van de winst. Als Shell bijvoorbeeld moet stoppen met fossiele brandstoffen en alternatieve energie, dat kost allemaal geld. De meest voor de hand liggende partij is dan de accountant, meestal de externe accountant, die ook de financiële informatie controleert. En die geven daar dan ook een verklaring bij af. Het is beoordelen of controleren en zij zullen dan zeggen dat ze naar die informatie hebben gekeken en dat die informatie betrouwbaar is. April van dit jaar, dus april 2021, is er een hele nieuwe richtlijn verschenen. De Corporate Social Responsibility Directive. En die heeft enorm veel effect voor alle bedrijven in Europa. Zo ongeveer 50.000 bedrijven in Europa worden daardoor gedwongen veel meer niet-financiële informatie te geven. En die moeten ze ook voorzien van een verificatieoordeel door de accountant bijvoorbeeld. Dat is ook helemaal nieuw. Nu gebeurt het nog op vrijwillige basis. Straks wordt dat verplicht. En dat moet al in 2023, dus dat duurt niet zo lang meer. En dat is ook wat uiteindelijk de Europese Unie wil. Hè. Dat verantwoorden is maar één ding. Het gaat uiteindelijk natuurlijk erom dat daadwerkelijk iedereen wat duurzamer en schoner wordt.